Nee, ik heb er twee. Al aan mijn ex vragen, zit hij nu een tijdje mee? Is ze leren lekker in geil? Of is hij toch niet geil? Want mijn lul die vindt van wel, maar mijn hoofd vindt het niet geil. Nee, hij vindt het onaantrekkelijk. Ja, maar mijn lul, yes, vindt het verrukkelijk. Oh, je leren legging verstopt en schiet mijn buis. Je leren legging knoeit bloed en knelt mijn kruis. Hartjes omhoog als je leren legging geil vindt. Hartjes omlaag als je ze niet zo geil vindt. Hartjes in het midden als je leren legging vindt. Het ziet er spannend uit, zo zag in mijn kuit. Oh, ik bedoel natuurlijk je kont, maar dat rijmt niet op uit. Dus daarom zei ik uit, pro's en cons van de leren legging. Maak je ordinair, maar ik zie er gaan mijn vlekken. Oh, ik een twist uit met je broek. Sinds Olivia doet het, soms breng ik mijn denkvlees op je loep. Pak stuk vlees, laat me je vielen met mijn tandjes. Keur ik dat ze plastic blijven, wat leert tussen mijn handjes. Handjes. Hakken, hakken zijn verschrikkelijk. Het staat, fashion en fout, knoeien en groei. Ja. Ik vergeet dat ik hakken aan heb. Dit is de eerste keer. Godverkut. Auw. Ah, dit, ik wist dat dit ging gebeuren. Auw, dit is echt goed gebroken trouwens. Hello. Ja, zet maar de volgende in. Ah, het heet Wem maar aan mijn lul. Ach. Als eerste een begrafenis. Maar ik kan dus dat meisje iets te veel mis. Ja.